fiets zonder mankementen is erg belangrijk voor je eigen veiligheid en die van andere weggebruikers. Daarom heeft de gemeente Tilburg in samenwerking met Fietsforum en Tilburgse fietsenmakers de Fiets APK in het leven geroepen. Tussen dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 oktober kon iedereen zijn of haar fiets gratis laten controleren. De Fiets APK was tevens het startmoment voor de Brabantse fietsverlichtingscampagne Ik wil je zien. Omdat toch heel veel fietsen niet in een heel goede staat verkeren, vooral qua licht. En ik neem ook deel als automobilist aan het verkeer en dan valt de fietser gewoon niet op. Dus het is voor een fietser heel belangrijk om voor zichzelf te zorgen. En daardoor te zorgen dat zijn licht in ieder geval zichtbaar is. Nou, wij zien het puur als reclame. Mensen heel even met de neus op de feiten gedrukt worden. En als we dat kunnen oplossen door mensen een beetje wakker te schudden. Even voor een paar batterijtjes en een paar lampjes. En dan toch de verkeersveiligheid ook vergroten. Nou, dan zien we daar zo'n hele grote advertentie in de krant. Ja, ik ga normaal niet zo snel naar de fietsmaker toe om even mijn fiets na te laten kijken. Dus mooi dat het zo even tussendoor kan. Nou, we hebben wel iets meer fietsen gecontroleerd misschien. Echt veel gerepareerd, dat valt eigenlijk best wel mee. Niet echt meer als normaal. Bij ons in de winkel hebben we ook wel heel veel fietsen aanbod, reparatie aanbod. En dit voegt alleen nog maar even iets toe. Ik denk dat het best wel goed is als sommige mensen eens eventjes heel goed hun eigen fiets aankijken en er gezondere verstand eventjes laten gebruiken. Dan weten ze zelf wel wat er mis is. Want ja, een bel die er niet op zit, die kan het ook niet doen in elk geval.